Kijkers, vandaag zullen we het hebben hoe het leven van de diaspora-gemeenschap makkelijker te maken om zaken te doen en alle andere zaken en dingen die erbij komen. En daarvoor heb ik uitgenodigd Sandra Esseboom, de initiatiefnemer van The Bridge. Goedemiddag, mevrouw Esseboom. Een hele goede middag en dankjewel voor de uitnodiging. Ja. The Bridge is slechts een afkorting. Ja, het is een... de naam The Bridge, die klopt. Maar wat, wat u denk ik bedoelt is wat erachter moet. En dat is dat het een bemiddelingsbureau is dat zich richt op de Surinaamse business diaspora wereldwijd. Hoe was het initiatief? Ja, dat is een mooie vraag. Ik neem daarin gelijk mee wat we doen als The Bridge. Kortweg gezegd, The Bridge ontzorgt op het gebied van bureaucratische processen. Zowel voor de public als voor de private sector. Waarom dit initiatief? We hebben opgemerkt dat Surinaamse business diaspora, en het zal waarschijnlijk niet beperkt blijven hoor, tot die doelgroep, maar gemakshalve richten we ons nu even op deze doelgroep. We hebben gemerkt dat men vaak tegen bepaalde zaken aanloopt, met name administratief gerelateerde zaken, om dingen te kunnen realiseren in Suriname. En als je het hebt over dingen realiseren, dan moet je dus in dit geval met name denken aan diaspora wereldwijd die graag iets in Suriname wil ondernemen, documenten nodig heeft, aanvragen voor bepaalde zaken wil doen en die dus eigenlijk aanloopt tegen bureaucratie. En op het moment dat je op een afstand bent, is dat best wel een uitdaging om dingen voor elkaar te kunnen krijgen. En tegen welke problemen loopt men vaak nog aan? De grootste uitdagingen, als ik het in een top 3 zou moeten zetten, dan praat je over communicatie, je praat over onwetendheid en je praat over cultuurverschillen. En op welke manier zal The Bridge invulling hier aan kunnen geven? The Bridge geeft al invulling aan, dus het is wel belangrijk dat het een initiatief is wat niet nog opgestart moet worden, maar het is een initiatief wat al loopt. Ja. De manier waarop we daar invulling aan geven is allereerst door te relaten, dus te identificeren met de vrager die natuurlijk voornamelijk vanuit de Surinaamse diaspora komt, de Surinaamse ondernemersdiaspora komt. Zelf behoor ik ook tot die doelgroep, omdat ik ben in Suriname geboren, maar 4 jaartjes gewoond en vervolgens zeker 4 decennia in Nederland gewoond om vervolgens weer terug te komen. Dus ik ken het klappen van de zweep, zowel van de ene cultuur als ook van de andere cultuur. Dat is een gigantisch voordeel, want dat betekent dat je bekend bent met de dingetjes van zowel Nederland aan de ene kant, maar aan de andere kant ook van Suriname. En dat maakt het makkelijk om je in te kunnen leven in de uitdagingen waar de Surinaamse business diaspora tegenaan loopt. Maar aan de andere kant geeft het ook natuurlijk weer een gevoel van vertrouwen van hun uit, dat ze te maken hebben met iemand die, die begrijpt wat er nodig is en ook vooral de manier waarop het nodig is. En op die manier kunnen wij inspelen. Als een, hoe kan iemand u benaderen en wat is het proces dat volgt? Oké, we zijn te benaderen via de verschillende social media. Facebook natuurlijk, Instagram, via de website, dus e-mailen. Mm-hmm. En natuurlijk ook gewoon via WhatsApp. Op het moment dat men een appje stuurt, wat echt altijd gewoon makkelijker gaat, dan zal er altijd een reactie volgen. Dus dat is hoe we te bereiken zijn. Het vervolg is dat we gaan inventariseren wat precies de vraagstelling is. Want het is één ding om een vraag te stellen, maar het is een ander ding. Past het binnen onze scope? Ja. En zullen we ook in staat zijn om invulling te kunnen geven aan die vraag? Nou, op het moment dat we goed afgesproken hebben en goed in beeld hebben en goede afspraken gemaakt hebben met betrekking tot wat is de vraag en hoe kunnen wij erop anticiperen, dan gaan we dus het traject uitzetten met de potentiële klant. En dat traject dat gaat onder andere over hoeveel tijd zullen wij eraan kwijt zijn. Dus dan praat je natuurlijk over het financiële aspect, maar ook over de haalbaarheid ervan. Want iemand kan een vraag stellen, maar
Misschien is het helemaal niet mogelijk of haalbaar voor ons om het te doen. Ik moet zeggen dat we dat tot nu toe nog niet hebben mogen meemaken. Ik hoop ook niet dat het geval zal kunnen zijn. Maar mocht dat zo zijn, dan zullen we dat ook zeker met het oog op transparantie ook zeker aangeven. Want je wilt wel je goede naam blijven behouden. Ja. Dus laat ik zeggen, ik zit in, ergens in uiterst Alaska en ik wil een geboorteakte laten... Ja. Vragen opvragen, ja. Kan dat via de bridge? Ja, dan zou dat onder andere inderdaad via de bridge kunnen. Let wel, we zijn geen Wizards of Oz die om alle wetten en regels heen gaan of dat willen. Maar wat natuurlijk wel kan, is dat inderdaad het voorbeeld wat u geeft als iemand op zo'n verre afstand zit. Ja. Dan zou het echt zonde zijn als je een heel ticket moet betalen om naar Suriname te komen om in dit geval van het voorbeeld een uittreksel te regelen. Nou, dat is iets waar we zeker ook in kunnen bemiddelen. Ja. En is er overeenstemming met de autoriteiten, zoals bijvoorbeeld Buitenlandse Zaken of CBB, dat deze instantie de werkzaamheden mag verrichten namens cliënten? Ja. Laten we vooral eerst duidelijk stellen, het is een particulier initiatief. Hè? Het is dus niet een initiatief wat gelieerd is aan. Wat ik wel heb gedaan, toch vanuit de organisatie, is inderdaad netjes introduceren wie je bent, wat je doet en waarom je dat doet. Dus het antwoord op de vraag is, ja, vanuit de kant van de bridge hebben wij zowel via de media, de lokale media en ook via Facebook, dat zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn, hebben we wel kenbaar gemaakt wie we zijn en wat we doen. Let wel, er zijn gevallen, daarom dat ik ook zeg van het is geen kwestie van onder en boven de wet gaan handelen, want dat moet je niet willen hebben en zeker niet willen doen. Er zijn gevallen waarbij derden wel vragen om een machtiging. En dat is natuurlijk wel logisch, want je kunt niet à la dol namens iemand gaan optreden. Ik bedoel, zelfs in de advocatuur zul je een advocaat een opdracht moeten geven, ja. Toch om namens deze... te mogen handelen. Dus die gevallen waar dat inderdaad speelt, zullen we dat ook zeker ook doen. Ja. Ik las ook assistentie bij het verlenen voor de PSA-aanvraag. Bijvoorbeeld, ja. Er zijn, we hebben gevallen van mensen die zeggen van, hey, ik wil graag mijn PSA aanvragen, maar ik weet niet hoe het moet. Nu staat het natuurlijk op de website van Bibus, ja. Staat het uitgebreid aangegeven hoe dat natuurlijk moet. Maar toch zijn er mensen die zoiets hebben van, ik kom er niet uit. We begeleiden daarin natuurlijk. En wat je merkt is dat mensen dat het ruggensteuntje, dat ze dat vaak best wel prettig vinden. Ja. En we hebben nu gesproken meer over de persoonlijke zaken van mensen. Ja. Maar de bridge houdt zich ook bezig met business. Ja, zeker. Ja. En wat zijn de uitdagingen daar voor de businessmensen vanuit de diaspora? De uitdagingen voor de business diaspora. Je kunt zeggen dat ze bijna gelijk zijn als voor de particulieren, alleen natuurlijk met een ander doel. Om met concrete voorbeelden te komen, we hebben ondernemers gehad in diaspora die bijvoorbeeld graag hun entiteit hier willen opzetten of willen laten registreren bij de Kamer van Koophandel of bankrekeningen willen opvragen of die zelfs gewoon vragen van hey, ik heb een idee. In hoeverre past dat binnen het masterplan van Suriname? Toch? Je krijgt dus dan dat je niet alleen maar een vraag krijgt en meedenkt, maar ook gaat doordenken. Dus de administratieve processen waar ze tegenaan lopen. Een ander ding is bijvoorbeeld ook dat een ondernemer kan zeggen van ik probeer in contact te komen met die en die instantie omdat ik deze en deze vraag heb. Ook daarin kunnen we dan een rol spelen om beide partijen te stimuleren om wel degelijk die communicatie met elkaar te hebben, zodat de een niet teleurgesteld hoeft te raken en ook niet onnodig lang hoeft te wachten, waardoor de visie vertraagt. En aan de andere kant probeer je daardoor ook een stukje efficiëntie bij de betreffende instanties ook teweeg te brengen. En tot nu toe wil dat toch wel heel goed lukken. Ja. Als ik me moet voorstellen als klant, cliënt, hoe geschiet de betaling? Kijken jullie naar wie de persoon is of wat de persoon gaat doen? Ja, het is voornamelijk heeft het te maken met wat is de vraag, wat is de intensiteit van de vraag en hoeveel tijd zijn we ermee kwijt. Daarom dat we ook niet kiezen om één tarief te hanteren.
Want je zal maar net iemand hebben die zegt van, hey, ik heb alleen een uittreksel heb ik nodig, kunt u daarin bemiddelen? Mm-hmm. Dan zou het heel gek zijn als je daar net zoveel aan kosten voor in rekening zou brengen als iemand die bij wijze van spreken, ik noem een cijfer dat hoor, een heel businessplan geschreven wil hebben. Dat staat niet in verhouding en niet in balans tot elkaar. Ik wil daarmee dus zeggen dat onze tarifering echt op maat is en persoonlijk. We moeten eerst weten wat de vraag is. En u wil geen tarief noemen wat het laagst is dat jullie tot nu toe hebben moeten vragen aan een cliënt? Nee, dat zou ik niet willen, omdat dan ga ik eigenlijk voorbij aan wat ik net heb aangegeven. Ja. Het menselijke brein is prachtig, maar tegelijkertijd ook heel erg moeilijk. Ja. Als je een getal noemt, is dat wat in het brein van mensen blijft hangen. En dan doen we eigenlijk onszelf, maar ook zeker de anderen ook tekort. Want stel nu dat het minder is dan dat. Dan heb je een getal op de tafel voor iemand gezet, wat in iemands hoofd blijft, maar eigenlijk helemaal niet relevant is. En dat zou niet fair zijn. Niet voor ons, maar ook zeker niet voor de potentiële vragen. Als we praten over diaspora, denkt men vaak genoeg aan slechts de mensen in Nederland. Ja, precies. Is die afbakening ook bij jullie? Of gaan jullie echt daadwerkelijk, geven jullie invulling aan het woord diaspora? Nou, we begonnen het interview met Surinaamse diaspora wereldwijd. Klap. En ik sta verbaasd, positief verbaasd, over het feit dat waar we niet denken, is er Surinaamse diaspora. En natuurlijk niet in de grote getalen als dat ze zijn in Nederland of dat ze zijn in de US. Mm-hmm. Hè? Want de US, Nederland en België, ik denk dat je daar de grootste concentratie hebt. Maar het is niet uitsluitend tot die continent. Okay. Er zijn zelfs Surinamers in Zwitserland en Kroatië. Kan je je voorstellen? Dus ik heb echt zoiets van, ik moet een keer naar Zwitserland gaan. Of ik moet Kroatië gaan bezoeken. Iets wat ik helemaal niet zo snel zou doen, toch? Ja, maar op zich blijkt dus dat onze Surinamers, we zijn overal verspreid over de wereld. Ja. Maar ja, diaspora. Klopt. En de vraag is meer vanuit diaspora naar Suriname. Maar is het ook zo dat mensen hier vragen van, kan de bridge me connecten met een partner daar in Nederland? Absolutely. Of in het buitenland? Absolutely. Als je kijkt naar de slogan van ons initiatief, dan luidt het: de kracht van vermenigvuldig is delen. En dat is wederzijds. Daarom is het ook, it's a bridge, toch? Het is een brug, je loopt van de ene naar de andere kant, maar ook van de andere naar de ene kant toe, om het even in deze woordspeling te houden. Ja. Dus het antwoord is ja, het kan wederzijds. Het gebeurt helaas nog te weinig vanuit de lokale Suriname naar de andere kant toe, maar het gebeurt met name inderdaad vanuit de diaspora. En dat is ook wel te begrijpen. Nou, interessant. Allemaal, heeft u tot slot van dit gesprek nog iets aan toe te voegen? Ja, ik zou heel graag de Surinaamse business diaspora, Surinaamse diaspora, die zou ik heel graag willen aanmoedigen om te connecten met ons, met The Bridge. Omdat we geloven dat Suriname een land is met ontzettend veel potentie. Ik hoorde laatst een leuke anekdote van iemand die zei, als je iets gooit op de grond, als je ijzer op de grond gooit in Suriname, zelfs daar tegenaan zal er een plantje groeien. Ja. Om even een beeld te geven van hoe vruchtbaar Suriname is. Maar het is niet iets wat we alleen kunnen doen. Dus als we de morele ambitie van de Surinaamse business diaspora, als we die kunnen triggeren, toch? En als wij als The Bridge een hand kunnen helpen, kunnen toereiken om die administratieve processen, om die bureaucratische processen, om daarin te ontzorgen en het hun stimuleert om te ondernemen in Suriname, dan geloof ik dat we met z'n allen wel het doel gaan bereiken. En dat we Suriname gaan, ik durf nu niet meer te zeggen als Dubai, want dat is nou weer een verkeerde beeld voor nu geworden. Klopt. Maar even in de geest van Dubai, dat Suriname daar absoluut naartoe kan gaan. Die potentie is er en The Bridge wil daar heel graag een rol in spelen. Klinkt allemaal interessant. Van harte bedankt voor uw komst naar de studio. Graag gedaan. En ik denk over een jaar zullen we u spreken om te vragen van hoeveel passagiers er over die brug zijn gegaan. Deze worden te gebruiken. Ik hou u daaraan. Dank je wel. Dat was mevrouw Sandra Esseboom van The Bridge. Kijkers, we zijn gekomen aan het eind van deze aflevering van Magazine 4. Sam Blankendal groet.